ook van mijn kant hartelijk welkom. Mensen, voordat we de situatie proberen te duiden, wat is er gaande in Israël? Gaan we eerst een psalm proclameren, psalm 46. Psalm 46, en ik heb de HSV-vertaling. Doe mee en anders lees rustig mee. Want wat Jan ook al aangaf, het is niet alleen een strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Jongens, wat er nu weer gebeurd is, vorige week precies op de vreugde der wet, dat de vreugde gestolen wordt. Precies op het moment Israël dankbaar is voor het woord dat God hen gegeven heeft, dat de vijand op zo'n ongelooflijk slinkse manier aanvalt. En daarom proclameren we eerst het woord van God. Psalm 46. Een vaste burcht is onze God. God is onze toevlucht en een vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats. En werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden. Hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is ons een veilige vesting. Kom, zie de daden van de Heer, die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog breekt en de speer in stukken slaat. De wagens met vuur verbrandt. Geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is ons een veilige vesting. Amen. Het thema van deze themaochtend is inderdaad wat aangescherpt aan de situatie. Wat is er gaande in Israël? En eerst even de context. Ook ons bezoek aan de grens met Gaza. Dan Hamas tegenover Israël. Wat zijn de achtergronden? En dan natuurlijk wat kunnen en wat gaan wij doen? Nou, eerst de achtergrond. Wij gingen met bijna 3000 christenen uit 100 landen naar het Loofhuttefeest. Om dat samen met Israël te vieren. De eerste paar dagen bij het meer van Galilea. Toen 5 dagen de kern in Jeruzalem. Maar daarna ook een solidariteitsgebeuren naar de grens van Gaza. Want die mensen daar, die krijgen niet zoveel bezoek. En de halve wereld vliegt over hen heen. En zeker nu. Dus wij hadden daar een solidariteitsbezoek. En mooi nagaan, we waren daar met zoveel bussen naartoe. En over diezelfde weg waar wij gingen, kwam 2 dagen later de tegenstander. De burgemeester van dat gebied, Sha'ar Hanegev, sprak ons toe. Ik zat op de tweede rij, hij op de eerste rij. 2 dagen later, om zijn land en zijn kibbutz te verdedigen, was hij als een van de eersten vermoord. We spraken met mensen. Afgelopen hadden we een lunch met velen van hen. Daar uit die kibbutz zijn minstens 30 mensen gegijzeld. Nou, dood zijn is 1 ding, maar gegijzeld is verschrikkelijk. Want dat betekent dat de Hamas je nu gebruikt als menselijk schild. En als de oorlog voorbij is, om te ruilen tegen terroristen. Dus het is goed om hier te zijn, elkaar, ja, dat we uiteindelijk de situatie voor de troon van God brengen. Wij hebben in dat gebied inmiddels 170 bomvrije bushaltes geplaatst.
Maar we weten dat gebied is wel vaker onder aanval. Nou, even het Loofhuttenfeest had als thema: God is koning van heel de aarde. Vanuit Psalm 47 van de Heer, de Allerhoogste, is ontzagwekkend en een groot koning over heel de aarde. Wat een geweldig feest. Ik mag er al 30 jaar naartoe gaan, maar dit was weer geweldig. Zeker ook nu na corona, dat we meer dan bijna 3000 mensen er waren, was geweldig. En dan precies, hè, heb je die solidariteit, donderdag. Zaterdagochtend zouden wij Simchat Torah vieren bij de klaagmuur. De taxis waren al besteld, stonden al voor het hotel klaar om ons daarheen te brengen. En dat was niet meer nodig. We laten zo een filmpje zien hoe we in de schuilkelders wat we deden. Maar om dit te duiden, kijk, God is koning. En er is in de hemel nog steeds geen paniek. God is still in control. Alleen we weten ook, Hebreeën 2, dat alle dingen zijn aan Jezus ondergeschikt geworden, maar wij zien dat nu nog niet. En ook, zullen we straks er doorgaan, misschien even goed eerst dat filmpje in de volgorde te laten zien van hoe we in de schuilkelders, dus in plaats van Simchat Torah, zijn we in het hotel in de schuilkelders. Dit zijn wat foto's van dat we daar, we hebben in het vlak langs de Gazastrook, hebben een bos geadopteerd om daar bomen te planten, op verzoek van Israël. En dat is gedaan op verzoek van Israël, want een aantal jaren geleden is daar een hoop verbrand, halve bossen zijn verbrand, graanvelden zijn verwoest. En ze hebben ons gevraagd om juist bomen te planten, want dat geeft ook een natuurlijke barrière dat men vanuit de Gazastrook niet direct ziet wat er allemaal in die kibbutzen gebeurt. Nou, oké. We gaan even verder, want ik wou juist iets vertellen, dat alles wat we nu zien, mensen, is natuurlijk niet nieuw, hè. De Hamas tegenover Israël, het is allemaal niks nieuws onder de zon. Moet je nagaan, een aantal jaren geleden ging de Hamas in het voorjaar rijpe graanvelden bestoken met ballonnen waar bommen aan zaten. En vuurwerk, weet je wat. En dat dreef mooi met de wind vanuit de Middellandse Zeeën over het gebied van die kibbutzen. En dan vroeg luik om die ballonnen naar beneden in het rijpe graan en verderf. Jongens. Dat is precies wat de Midianieten in de Bijbelse tijden ook al deden. En wat nu anders is, nu is het in het najaar. En nu, precies 50 jaar na Yom Kippur, ook weer zo'n verrassingsaanval op de vreugde der wet, Simchat Torah. En dat doet mij zo denken aan de Amalekieten van vroeger. Wat deden die? Toen Israël uit Egypte toog, nog voordat ze bij de Sinaï het woord van God kregen, was daar Amalek. Ja, wacht even. Amalek is niet zomaar iets, hè. De jongste zoon van Esau en die heidense profeet Bileam, die zegt al, Amalek is het hoofd der volkeren. Maar zijn einde zal ondergang zijn. Maar tot die tijd probeert natuurlijk niet alleen langs de Gazastrook. Maar wat ons direct verbaasde, hoe deze oorlog genoemd wordt. El-Aqsa-storm. Dus het begint wel bij de Gazastrook. Maar men probeert wereldwijd de Arabische wereld op te hitsen. Ook de Hezbollah uit het noorden mee te laten doen. Want het gaat uiteindelijk niet om de Gazastrook, maar het gaat om Jeruzalem. En altijd goed om in je achterhoofd te houden, want op de Tempelberg staat nu zo'n heiligdom waar staat God heeft geen zoon. Dat is tegen ons gericht.
Jongens, als God geen zoon heeft, dan hoef je hier niet te zitten als christen. Maar daarom proclameren we, hij die in de hemel troont, die lacht om dat gebeuren. Maar ook die strijd tussen, wie heeft de macht? Amalek is het hoofd der volkeren. Maar God heeft zijn volk Israël gezegd tot hoofd der volkeren. Dat clasht op allerlei manieren. En dat is goed om altijd als geestelijke strijd in je achterhoofd te houden. En nu, waarom doet me dit nou denken aan die strijd van de Amalekieten? Omdat het nu gedocumenteerd is dat de Hamas bewust kinderen en bejaarden gijzelt. Nou, dat is precies hetzelfde als toen Israël uit Egypte toog, voordat ze in hun positie werden gezet tot koningen en priesters bij de Sinaï, het woord van God kregen. Toen ging Amalek sneaky vechten. Niet tegen de voorhoede, waar de jonge man, de strijdbare man, de soldaten zouden zijn. Nee, die ging via de achterdeur aanvallen, waar kinderen en bejaarden. Jongens, nu, vorige week zaterdag, onder de spervuur van 4.000-5.000 raketten, zijn er meer dan 100 terroristen de grens over gegaan, hebben in een uur hun slag geslagen. Door meer dan 100 mensen te gijzelen. En vooral baby's en bejaarden. En er was een jongerenfestival, vlak langs de grens, hebben ze 250 jongeren gewoon uitgemoord. Dus je ziet wat voor, nou ja, gewoon puur satanisch, hè. Het is toch gewoon puur satanisch, jongen, wie doet dit nou? Ga dan gewoon vechten. Ja, maar goed. Dus het is goed om te weten hoe wij, en dan ook, en dat is bij mij, wat gaan wij nou doen? Toen Josia ging strijden tegen Amalek, dus fysiek ging strijden, wat ging Mozes doen? Ging op de berg de staf van God hoog houden. En op een gegeven moment wordt hij moe. En dan zijn er Aaron en Hur die hem ondersteunen. Nou moet je eens even kijken naar welk plaatje hier is. Mozes is dé profeet uit het Oude Testament. Aaron is de hoge priester. En Hur is de stamvader van Juda, waar later de koningen uit voorkomen. Dus welk driemanschap is daar aan het bidden? Profeet, priester en koning. Amen. Wij worden ook opgeroepen als, hè, wat zegt 1 Petrus 2? Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap. Wat doen priesters? Zegenen en bidden. Wat doen koningen? Niet onder de omstandigheden, maar boven de omstandigheden. En daarom is het goed om in die hele geestelijke wereld eerst bij Gods troon te komen. Want hij zit op de troon. Er is geen paniek in de hemel, maar er is paniek in die geestelijke wereld. Die probeert ons onderuit te halen. En daarom, wat Hebreeën 2 zegt en Hebreeën 4, dat wij door het offer van Jezus met vrijmoedigheid tot de troon van genade mogen komen. Om God te prijzen, maar ook om voorbeden te doen. Ja, nou, dat gaan we doen. We gaan in een aantal rondes natuurlijk bidden voor Israël, het Midden-Oosten en ook voor Nederland. Het is misschien goed om wat achtergronden ook te hebben. Daarvoor komen we ook hier om dan straks daarmee gewapend te kunnen bidden. De situatie in het Midden-Oosten. Kijk, Israël is al een paar jaar bezig om vrede te maken met verschillende buurlanden. De Abraham-akkoorden. Al met Qatar, Bahrein, Verenigde Arabische Emiraten. Naast Egypte, Jordanië, waar ze al jaren hebben. Ook zelfs met Marokko. Nu, de grote vis is Saoedi-Arabië. Er zijn zoveel vredesbesprekingen dat
wellicht volgend jaar gaat beginnen. Moet je nagaan, de bakermat van de islam, Saudi-Arabië. Die zegt tegen de Palestijnen, jongens, jullie probleem is niet het belangrijkste. Dus even dimmen. Het grootste probleem voor Saudi-Arabië is Iran. Dus Saudi-Arabië wil heel graag onder de atoomparaplu van Israël tegen Iran. Nou, Iran steunt de Hezbollah in het noorden en de Hamas aan het westen. Dus ja, die moeten natuurlijk ook wat van zich laten horen om te laten zien dat ze er zijn en geld nodig hebben. Maar dat betekent dus, er is eigenlijk een geestelijke strijd al eeuwen binnen de islamwereld. Tussen Shiiten en Soenieten. En dat wordt nog uitgevochten door onschuldige Joodse baby's te gijzelen. Ja, dus goed om dat ook als achtergrond te hebben. Er is nog zoveel te vertellen. Van het feest zelf, waar Jood en Arabier in de graftuin het avondmaal vieren. Want het gaat zowel om Jood als Arabier. Ik geloof dat God een grote plan met dit alles heeft. Wat er nu gebeurt, we kunnen het allemaal niet zien, maar wij geloven echt dat er een grote plan zich deze dagen ontvouwt. En ja, we zijn bang. Misschien zijn we allemaal bang. Want het gaat niet alleen over Israël, het gaat over de hele wereld. En wij willen het wapen wat God ons gegeven heeft in handen nemen. En dat willen we gaan doen. We hebben meer tijd ingeruimd vandaag voor gebed. Wij willen samen met jullie de hemel bestormen. Zoals jullie misschien gehoord hebben, of misschien zelfs onderdeel van zijn. Terwijl ik in Israël was, ik kreeg zoveel appjes op een gegeven moment, dacht ik, nou ik moet ze maar een beetje bundelen, dan kan ik ze eventjes mensen in één keer op de hoogte brengen. Want ze moeten gewoon bidden. Tot mijn grote verbazing. Zijn er op dit bijna 1500 mensen die mij volgen op een simpele WhatsApp manier. Dat wij dus om de zoveel uur, schrijf ik wat op, waar we voor kunnen bidden. Ik heb dit niet gewild, het is zo gebeurd. Ik kan alleen maar zeggen, God heeft door zijn Heilige Geest dit zo gegeven. Maar het gaat erom dat wij op de bres gaan staan. Met z'n allen. Wij zijn het leger, wij zijn degene die Israël, voor Jood en Arabier, beide naar voren mogen brengen en ondersteunen. Want ik geloof dat er op dit moment zoiets groots gaande is, dat het Midden-Oosten gaat veranderen. Ik wil niet eens op de beelden zien, ik had ze net nog even de telefoon aan. Jongens, gisteren was de dag van Rage afgekondigd. Nu gaat alles de straat op, overal ter wereld. Dit is iets gigantisch groots. Dit heeft ook invloed op jou en mij, op de wereld, op Nederland. En daarom willen wij vandaag op de bres gaan staan, samen met jullie. Zoals jullie gewend zijn, op elke tweede zaterdag van de maand hebben wij hier een bijeenkomst waar we hier samen met de vers op de bressen mogen gaan staan. Dit doen we al 5 jaar. We zijn dankbaar dat jullie gekomen zijn. We zijn dankbaar voor de vers dat wij hier aanwezig mogen zijn. Want het is gebed, gebed, gebed. En dat willen we nu gaan doen. En we doen dat altijd op een manier. Ja. Altijd bidden voor Israël, voor het Midden-Oosten en voor Nederland, voor ons eigen land. Die drie delen zullen jullie terugkomen. Ik geloof dat God een leger aan het klaarmaken is. Want het Israël is tot de conclusie gekomen, wij vertrouwden op het leger. En dat is op dit moment een illusie geworden. Want ze hebben het niet zien aankomen, het was een verrassingsaanval. Totaal. We geloven daarin. We willen bidden voor Israël. En we staan nu, wacht even, blijf even staan. Want we gaan eerst een tekst proclameren. Elke keer als we een tekst gaan proclameren, willen we gaan staan. Uit respect voor Gods woord, maar ook om de kracht aan te verlenen. Want het uitspreken van Gods woord, en dat heet met een mooi woord proclameren, daar zit kracht in. En dat wapen willen wij in de handen nemen.
uit Jesaja 62, vers 6 en 7. Op uw muren, o Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse dag nimmer zullen zwijgen. Gij die de Heere indachtig maakt, gunt u geen rust en laat hem geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest en stelt tot op het lof van aarde. Jullie mogen gaan zitten. Wat we nu gaan doen is in groepjes, daarom hebben we ook heel bewust alle tafels laten staan, vorm een groepje met misschien met 3 of 4 personen. We deden het altijd per tafel, maar omdat we met veel mensen zijn. En we willen eerst bidden, we willen gericht bidden. We willen gericht bidden per onderwerp. Dus niet schieten van hier tot daar. We willen onze wapenen richten op één onderwerp. En het allereerste is troost. Troost. Troost mijn volk. En we willen allereerst bidden. Kom op deze, op de overhead komt een, steeds de gebedspunten te staan. Op dit moment zijn er 1300 mensen omgekomen aan Israëlische zijde. De Palestijnse zijde of Arabische zijde, hoe je het ook allemaal wilt noemen, zijn ook verschillende aantallen gaande ronden. Die zijn ook rond 1700 op dit moment. Er zijn overal gewonden. Elk gezin heeft mensen aan het front. Elk gezin hebben mensen. Ze hebben troost, troost, troost nodig. Bid ervoor. Maar bid vooral voor de gegijzelden. Jongens, wat ermee gebeurt, ik moet er niet aan denken. Ik moet er gewoon niet aan denken. Want het is niet zomaar even een gijzeling. Het is veel, veel meer. Willen jullie daarvoor bidden in groepjes van 3? En er dus liggen ook proclamatiekaarten. Sommigen vinden het een beetje lastig om misschien luid op te bidden. Dan ga je proclameren met de woorden van Gods woord. Ja, ongeveer zo'n 4-5 minuten gaan we bidden en dan komen we weer collectief bij elkaar. Ja? Dus bid voor troost met die 3-4 personen. Ik ga even kijken hoe dat loopt. Ja, lieve Vader in de hemel, we komen voor uw troon. Vader, u hebt ons de opdracht gegeven van troost, troost, troost mijn volk. Vader, u hebt ons daarvoor geroepen. Vader in de hemel, en u wilt het doen. U wilt de heidenvolken van over de hele wereld oproepen. Omdat u uw volk hebt uitgekozen als uw eerstgeboren zoon. Niet omdat ze beter zijn, of wat dan ook. Maar aan hun is als allereerste het woord gegeven. Uw zoon gegeven en uw geest gegeven. En u wilt het volk gebruiken als een vervoermiddel om de hele wereld te gebruiken. En te trekken met de koorden van uw liefde. En u bent dat aan het doen. U bent dat van de hele wereld. Eerst Europa, toen Amerika, toen naar Zuid-Amerika en nu ook in de Arabische landen. Tot het helemaal terug is in Jeruzalem. We zien het gebeuren en het is een tsunami die steeds groter wordt. En steeds langer duurt en de golven steeds groter worden. Dank u wel dat u bezig bent met uw grotere plan. Vader, troost uw volk. Heer, ik heb met mensen gewerkt en die zeiden, waarom, we willen helemaal geen uitverkoren volk zijn. Het heeft ons alleen maar ellende gebracht. En dat zien we. O God, troost hun, troost hun, troost hun. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Als volgende onderwerp willen we bidden voor de regering. Zoals jullie weten is er nu opeens toch een regering van nationale eenheid gevormd. Hè, van Netanyahu en Gans en Galant, die ook een ministerie van Defensie is. Bid voor hun. Zij zijn vandaag vanochtend het Gazastrook vanuit het noorden ingetrokken. Dit gaat mensenlevens kosten. Die dierbare, kostbare mensenlevens. Aan beide zijden. Het is alleen maar verliezers. Maar God gaat door met het grotere plan. Bid. Bid, bid voor wijsheid voor deze mensen. Mogen jullie nu doen in groepjes. Vader in de hemel, we komen voor uw troon. We komen door, u roept ons altijd op om de regeringen om op de bressen te gaan staan. En we willen nu heel in het bijzonder op de bres gaan staan voor de regering van Israël. Vader, we willen bidden voor Benjamin Netanyahu.
Vader, wilt u hem zegenen? Hij ziet er zo moe uit. Zegen hem, omring hem. Al die doden, al die dingen, dat rust op zijn schouders. Vader, wilt u hem goddelijke wijsheid geven? Wilt u hem goddelijk inzicht, zoals u het in de Bijbel gedaan hebt? Vader in de hemel, we bidden om die goddelijke wijsheid op Netanyahu. Kom met uw liefde, omring hem zelf. Troost hem zelf. O God, omring hem. Omring de ministerraad. Omring de Knesset van 120 leden. Omring de ministers. Ook het kabinet van eenheid, van een gans. En die elkaar normaal gesproken niet zo aardig vinden. Maar in belang van het land willen ze op de bres gaan staan. We willen bidden voor de minister van Defensie. We willen bidden voor alle kolonels, generaals en hoe dan ook. Ze willen niet de Palestijnse mensen doden. Hamas wilde Israël doden. De wereld, de Arabische wereld, wil Israël van de kaart vegen. Maar zij willen stand houden. Zij waarschuwen en zeggen, ga weg, we moeten het onderzoeken. O God, Heer, wees genadig. Zegen de regering. Zegen ook de Nederlandse regering. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. We kennen de mensen. En ik ga nu 6 namen noemen die wij allemaal kennen. En ik wil dat jullie die namen meenemen. Want die namen representeren het hele leger. Het is Jair. Hij is vader van 3 kinderen. Hij is getrouwd met iemand die op onze Jacob en mij bruiloft was. Toen was hij een meisje van 4 jaar. Jair, Menasje. Menasje is van Joodse vrienden. Ik heb de ouders constant aan de lijn. Ik heb gezegd dat wij als christenen voor hem bidden. Voor Ethan, die is het kleinzoon van iemand van de leiding van de Israël, van de ICJ. Jaron is de zoon van Judith Zetz, die jullie net op een van de filmpjes hebben gezien. Op het hoofdkantoor zitten 5 Nederlanders die daar werken. Wij zijn daar vertegenwoordigd, jongens. Shimon en Nathanael, dat zijn de zonen van degene van de directeur, de hoogste directeur van de internationale christelijke ambassade Jeruzalem. Dit zijn gewoon even 6 namen. Schrijf ze op. Het gaat niet om de namen. Het gaat om dat het even een gezicht krijgt. En daarom wil ik dit met jullie delen. Maar elk gezin, elke ouder, iedereen is opgeroepen. Iedereen heeft ermee te maken. Jongens, het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar wij mogen op de bressen gaan staan voor al deze mensen. Bid ook voor de noordgrens. Gaza en de noordgrens. Vannacht kwam er een drone. Israël heeft het neergeschoten, maar die drone ging af op Haifa. Dus het zijn allemaal speldenprikken totdat er meer, dat het Israël wel in moet grijpen. En Israël krijgt van alles de schuld. En er is een kanteling gaande. Er is echt een kanteling gaande. Jullie zullen het persoonlijk merken. Ik kreeg gisteren al iemand aan de lijn die zegt, wat van de arme Palestijnen? Ja, wat voor de arme Palestijnen. Dat is waar. Want zij zijn dubbel slachtoffer. Ze worden gebruikt, ze worden misbruikt door de leiders. Maar er zit een veel grotere macht achter. En dan kunnen we alleen maar door gebed. Kan dat verbroken worden? Ik soms denk, Heer, het is allemaal te groot. Maar het is niet te groot, omdat God overwinnaar is. Bid. Bid voor deze namen. We gaan nu bidden voor de IDF. Bid voor het leger. We hebben zo vaak gezien. De Bijbel staat er vol van. Wij werden heel erg bepaald bij 2 Kronieken 20. Jozefat in nood. De principes. Ik heb het allemaal op de app uitgetikt. Maar Jozefat, die ging als koning, nam hij verantwoordelijkheid. En hij ging proclameren dat God, God van onze vaderen, bent u niet de God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Er zijn heel veel principes in dit gedeelte, 2 Kronieken 20, van 1 tot 30. De mensen werden opgeroepen om te vasten. De mensen werden opgeroepen om te gaan. Zij werden opgeroepen om te loven en te prijzen, want het is prayer en praise. Die twee
instrumenten die heeft God ons gegeven. Prayer en praise. Dus gebed en aanbidding. Maar tegelijkertijd in het hoofdstuk staat er ook dat er doden vallen. Heel veel doden. En dat is ook gewoon realiteit. Maar uiteindelijk geeft God Jozefat de overwinning. En daar gaan we voor. We gaan weer groepjes vormen. Bid voor het leger op dit moment. Vader in de hemel, we komen voor uw troon. Vader, we komen met al deze jonge mensen die niet willen. En toch gaan, omdat ze op een bres willen staan voor hun volk. O God, ik wil u bidden voor Esra. Ik wil u bidden voor Jaron. Vader, ik wil u bidden, Heer, voor Menasje. Ik wil u bidden voor Jair. Ik wil u bidden voor Shimon, voor Ethan en Nathanael. Voor die jongen die we net op het filmpje hebben gezien. Ik wil zijn naam gewoon niet eens noemen. Vader in de hemel, maar u kent ze. U kent ze. Heer, we hebben getuigenis gehoord van Daniel Jahaf. Toen wij in het noorden waren van bij de, hoe heet het, in Galilea. Waar we de eerste 2 dagen waren met worship en aanbidding aan het meer van Tiberias. En hij vertelde dat hij geloofde. Hij was een van de eerste, nou bijna 8 mensen die gelovig waren in Israël. Hij is nu een vooraanstaand voorganger. En dat hij in een tank zat. En dat hij op een goddelijke wijze bewaard is gebleven. En u hebt gezien hoe u hem gebruikt. O God, we willen bidden dat voor al die Messiaanse gelovigen. Vader, er zijn zelfs Druzen in het leger. Er zijn zelfs Arabische mensen in het leger. Vader, Nederland heeft dat gewoon niet eens door, maar het is zo. O God, kom met uw liefde en met uw nabijheid. Geef hen kracht. Geef bescherming. Geef uw engelen macht rondom hen. Wilt u wonderen doen op dit moment? Als dit moment de jongere mensen in de Gaza-strook vanaf het noorden gaan om stap voor stap elk huis te doorzoeken. O God, er is een bovengronds Gaza en er is een helemaal een ondergronds Gaza in tunnels. O God, en juist allemaal in scholen en in ziekenhuizen. Heer, daar worden ze de mensen verschanst. Daar worden mensen als menselijk schild gebruikt. Want Hamas wil niet dat de mensen in Gaza naar het zuiden vluchten. Ze willen dat ze daar staan. Zodat Israël zoveel mogelijk slachtoffers kan maken. We willen bidden voor de gegijzelden die op dit moment echt als menselijk schild worden gebruikt. O God, wees genadig, wees genadig, wees genadig. De gruwelheden die op dit moment plaatsvinden. O God, kom, kom, kom met uw Heilige Geest. Geef troost, geef moed, geef kracht, geef sterkte, geef hulp, geef Ezra. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Dit boekje kreeg ik vanuit bij de grens bij Gaza. Tseva Adom heet het. Tseva Adom. Het is het rode alarm. Het rode alarm, dat zijn de alarmbellen die rinkelen als de raketten vanuit Gaza worden gestuurd. Toen ik vorige week donderdag, langs de grens bij Gaza waren, ontmoette ik de vrouw die dit boekje geschreven heeft. Zij werkt op de plek waar wij 2 jaar geleden, ook namens het Israël Weekend, een therapeutische schuilkelder hebben gegeven namens Nederland. Ik vond het heel bijzonder. Ik zei, ja, ze zei, neem het boekje mee. Ik zei, ik wil het gebruiken. Dit is een psychologisch boekje voor kinderen die zo getraumatiseerd zijn. 40% van de kinderen langs de Gaza zijn getraumatiseerd vanwege die raketaanvallen die er allemaal komen. En dit is dan helemaal een uitleg over alles, hoe ze het ook kunnen verwerken. Tseva Adom, het red alert. We willen nu van Israël richting het Midden-Oosten gaan. We willen, omdat God een groter plan heeft. En dat is niet even met 1 gebedje dat dit gebeurt. Maar ik geloof dat het God bezig is. Of een begin, laat ik het zo stellen. Dat God de mensen uit de Arabische wereld
trekt tot hem. En wij hebben het voorrecht dat wij dat al zien gebeuren. Op het feest waren er ook mensen uit Egypte, uit Turkije en mensen uit Iran. Die nu in Amerika, tenminste de zanger met zijn vrouw. Ik heb met haar gesproken. En ik zei, ja, we weten het. We weten dat er op dit moment 10.000 christenen in Iran tot geloof komen. Vooral vrouwen en kinderen. Door dromen. God openbaart zichzelf. Er gebeuren wonderen. Hier in Nederland lopen de kerken leeg en daar in Iran trekt God ze. En ik zei, ja, misschien een gekke vraag, maar hoeveel mensen, hoeveel christenen zijn er in Iran? Ja, toch? Ik was een beetje nieuwsgierig. Weet je wat ze zijn? 6 miljoen. Kippenvel. Kippenvel. Kreeg ik. Dit zijn de berichten die wij krijgen. Ik denk, ook al zou de helft waard zijn, is te wonder. Dit is de enige manier dat God bezig is. God is bezig. Jacob en ik waren in juni in een conferentie hier in Amsterdam. Empower 21. Ook mensen uit de hele wereld zaten met Afghanistan. Mensen aan tafel en ook om te bidden. Ik vroeg ook eventjes van, joh, Afghanistan. En denk ik, oh, nou, nee, sorry, wacht even. Pakistan. Ik zeg het verkeerd. Vergeef me. Pakistan. Ik zeg van, oh, nou ja, dat is nou ook niet een land waar je daar zoveel denkt. Daar zijn zoveel christenen. Nee, ze zei, er zijn nog niet zoveel. Er zijn nog niet zoveel. Maar ze zei, we hebben een bediening. We hebben een bediening van, hoe heet het, tv en radio en dit en dat. En ik stond te klapperen met mijn oren. En ze zei, ja, maar er zijn ongeveer 2% zijn christen. Ik zei, hoeveel zijn er in Pakistan? Ze zei, er kwam 4,5 miljoen. En die bedienden zij met Gods woord. Jongens, er is iets gaande, de Arabische wereld. En dat is de grotere strijd. Als ze zeggen van, wat is er gaande in Israël? Het wordt op Israëlische grond uitgevochten. Maar God is groter. God verzamelt zijn kinderen. Hoe lang het duurt, we weten het niet. Het is niet in, zou het mooi zijn. Maar wij zijn geroepen, ook voor het Midden-Oosten, om op de bres te staan. Daarom willen we gaan staan. We willen weer een tekst proclameren. Vanuit Psalm 2. Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Willen jullie gaan zitten en willen jullie weer in groepjes bidden? Dat de macht, hoe dat allemaal zit, ik weet het allemaal niet. Maar er zijn machten aan de gang die groter lijken dan wij denken. En wij mogen daar een begin mee maken om die te verbreken in de naam van Jezus. De macht van, ja, Jacob noemde, soms wordt het ook wel de geest van Amalek genoemd. De macht van Hamas, Hezbollah en ook Iran. Als daar 6 miljoen christenen zijn, dan zijn er meer dan in Nederland misschien wel. God is bezig, mensen. God is bezig. Maar ze willen ook Israël vernietigen. En zeker Iran wil Israël vernietigen. En wat er deze dagen gebeurt, ik kan je één ding zeggen, het wordt nog erger. Dan kun je op je klompen aanvoelen. Maar God is groter. Bid voor de bewoners in Gaza, die de dupe zijn, die gebruikt worden, die dubbel slachtoffer zijn. Israël vraagt de mensen om te vluchten. Ze wil levens sparen. Echt waar. Dit is niet een verzinsel. Israël wil geen mensen doden. Niemand wil dat. Bid. Bid dat de Midden-Oosten tot geloof zal komen. Dat mogen jullie doen. Vader in de hemel, u bent alleen maar bij machten om deze grote machten te breken. U bent alleen maar bij machten om deze grote machten te breken. U bent alleen maar bij machten om deze grote machten te breken. Verbreek ze in Jezus' naam. Amen. En als laatste willen we ook bidden voor ons eigen land, voor Nederland. Nederland, ga maar staan.
ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Bid voor de militaire vluchten. Ook Willem en Magda die op deze vandaag terug hopen te komen. Bid voor hun dat ze veilig ook naar het airport mogen komen. Bid voor alle vrijwilligers die er ook nog zijn. Bid voor de andere organisaties, ook de NEM. Ook Christenen voor Israël, die heeft dan... Maar de NEM zitten velen op dit moment in Israël en ook in de Arabische wereld. Er zijn vele organisaties. Bid voor hen. Bid ook letterlijk dat God een bescherming wil gaan geven. Ook aan deze Israël-organisaties. De Joodse scholen in Amsterdam zijn al dicht. Alles in Israël is dicht. Ook de scholen zijn dicht. Alles dek het onder het bloed van Jezus Christus. Ja, willen jullie voor bidden. Ik wil je ook... Wij zijn dankbaar dat we hier zijn. Ook hier in het VES-gebouw. Ik vind dat symbolisch. Dank. Dank voor de VES. Willen jullie ook bidden voor de VES? Willen jullie bidden voor de kerken in Nederland? Willen jullie bidden dat ze dit weekend, morgen ook, op de bres zullen gaan staan voor Israël? Dat er een eenheid mag komen, ook weer in Nederland, voor gebed, voor het Midden-Oosten en Israël. Bid. In de naam van Jezus. Mogen jullie nu doen. Vader, dank u wel dat ik het geroezemoes van het gebed dat opstijgt als een gebed naar u. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor dat geroezemoes. Omdat er vele gebeden opstijgen naar u. Want daar kunt u mee aan de slag. Vader in de hemel, u hebt altijd ons mensen uitgekozen. U wilt ons daarbij gebruiken. Dank u wel. Vader, u wilt Nederland gebruiken. Vader, wilt u Nederland zegenen als natie. Vader, ik wil u zegenen. Vragen voor Rutte, die nog in een demissionair kabinet komt en wat hierna allemaal komt. Ik wil u bidden voor de verkiezingen in november. Vader in de hemel, wilt u op de een of andere manier een wonder doen... Mogen we terugkeren naar God. Hemel, Vader in de hemel. Het lijkt wel of Nederland ten gronde gaat. Aan allerlei dingen die we niet eens willen horen. God, u trekt de mensen, trekt de jonge mensen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. O God, we willen bidden voor de gemeentes hier in Nederland. Vader, we zijn hier uit verschillende plekken aanwezig. Heer, we zijn aanwezig vanuit Zwolle, vanuit Dalsen, vanuit hieruit de omgeving, uit Midwolda. Heer, God, dank u wel. Vader, u representeert hier van Bijlen en van, mijn hoofd zit te vol. Vader in de hemel, we loven en we prijzen uw naam dat u mensen trekt. Laten we samen op de bres gaan staan. Ik wil u bidden, Heer, voor de VES hier in Zwolle, voor de kerken hier in Zwolle. Trek ze voor een gebed voor Israël en het Midden-Oosten. Vader in de hemel, u bent bezig. U riep Gideons bendes. U riep soms kleine bendes, maar met kracht en overtuiging. Vader in de hemel, mogen wij een Gideon zijn. Mogen wij een Daniel zijn, die 3 maal per dag op de knieën ging. Hij ging met het gezicht naar Jeruzalem om op de bressen te staan en uw naam te loven en te prijzen. Heer, wilt u ons persoonlijk roepen? Heer, zoals we zijn. Heer, we zijn soms persoonlijk zelf in nood. Heer, u kent ons. Heer, ik wil u bidden voor mensen die verdriet hebben. Die rouwen. Mensen die rouwen om hun kinderen. Omdat de kinderen niet gaan zoals ze graag zouden willen. Vader, we willen bidden, Heer, of u ze wilt zegenen met een gebed in hun hart voor hun kinderen. Voor hun buren. Voor de mensen om hen heen. Vader, u bent nog steeds een geweldig God. En u wilt ons leiden door uw Heilige Geest naar mensen toe. U wilt ons de woorden geven, Heere God, die we zelf niet uitspreken. U wilt ons helpen met schrijven als we zelf geen woorden hebben. Naar 1500 mensen op een app. O God, willen bidden, wilt u ieder van ons kracht geven?
wijsheid, sterkte en kracht. Wilt u ieder die hier is persoonlijk zegenen. Heer, u weet wat voor nood een ieder heeft. Wat voor angst een ieder heeft. Vader, wilt u rondgaan op dit moment met uw Heilige Geest. Raak ons. Op dit moment ben ik binnen voor hen hier, Jacob. U ziet ze hier, u kent ze. Ze zijn u zo heel hard nodig. We danken u voor wie ze zijn. We danken u wat ze door kunnen geven. We danken u, Vader God, dat u hen zo gebruikt. En met hen nog veel anderen. En ik wil u ook zo bidden, Vader God, dat ze in contact blijven met u. En ja, contact met Israël. Dat is ons verlangen. Vader God, komt tot uw doel met hen. We danken u zo voor hen. En daarom willen we ook een dubbele engelenwacht om hen heen. Ja. Want ze staan in de frontlinies. En we willen echt bidden, Vader, zegenen met kracht. Zegenen. Ja. Ja. U bent de God van wonderen, Heer, dat geloven we. Heer, ik wil u bidden of u wonderen wilt doen hier in de Ves. Of u wonderen wilt doen in Zwolle. Of u wonderen wilt doen in Nederland. Vader, het lijkt altijd alsof u de hele westerse wereld met wonderen worden overgeslagen. Maar u bent nog steeds een God van wonderen. Vader in de hemel, kom met uw Heilige Geest, Vader. Kom met uw Heilige Geest. En Vader, u vraagt ons wat. U vraagt zoals wij hier zijn. We zijn hier niet toevallig vandaag. Maar het heeft soms een prijs. Zijn we bereid om die prijs op ons te nemen? Kunnen we zeggen, hineni, hier ben ik. Ik wil dat zeggen. Ik wil dat belijden. Jacob en ik willen dat belijden. Jullie, is mijn verlangen dat jullie dat zeggen. Hineni, hier ben ik. Willen jullie dat zeggen? Hier ben ik. Hineni. In het Hebreeuws, hier ben ik. En God wil jullie bedouwen. Bedouwen met de Heilige Geest. Want die hebben wij nodig. De kracht van de Heilige Geest hebben wij nodig. En ik wil u vragen of je ieder op dit moment wilt vervullen. Misschien nog meer vervullen met uw Heilige Geest. Want uw Heilige Geest is de trooster. Is degene die jou wil leiden. Is degene die de helper. Is degene die jou op plekken wil brengen. Waar je opeens wonderlijk staat en denkt van Heer, wat doe ik hier? Maar God wil jou gebruiken. Vader, bedouw. Bedouw. En ieder van ons. Met uw Heilige Geest. Als u mensen nog wilt vervullen met uw Heilige Geest. Of zelfs met het spreken in tongen. Omdat het zo nodig is op dit moment. Je bent geen beter christen als het wel of niet hebt. Maar ik geloof dat God een grotere gave heeft. Omdat we het nodig hebben. Nodig voor onszelf. Ik heb geen woorden. En dan bid ik in tongen. Omdat ik weet dat dat woorden zijn van u. En niet omdat we beter zijn. Maar God, als je werkelijk dat wilt. Vraag God erom. En dan zul je verbaasd zien dat God dingen doet. Ga op de bressen staan. Ga vasten. Niet moeilijk doen. Gewoon één keer een maaltijd overslaan. En die tijd gebruiken voor gebed. Ga 3 keer per dag op de knieën voor de Vader. Voor Israël. Voor het Midden-Oosten. Maar zelfs voor de hele wereld. Want de hele wereld is in nood. En of het nu Roemenië of China of waar het ook maar is. O God, er is zoveel nood in deze wereld. Stort uw geest uit. Stort uw geest uit. En stort uw genade. Uit in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Ik wil jullie graag nog even een tent maken. Op het boek staat hier een geweldig boek. Peter Tsukihira, Messiaans voorganger, is vorige maand uitgekomen. Het is een discipelschapboek. 52 principes. Het is echt, nou, ik zeg altijd Peter Tsukihira is de nieuwe Dirk Prins. Echt waar. Ik wil het van harte van jullie aanbevelen. Dit boek hebben we vertaald in het Nederlands. Deze man, die Peter Tsukihira, zou als eerste spreken op het Loofhuttenfest. 100 meter voordat hij 's ochtends 8 uur bij die hal is, om daarna 9 uur ons toe te spreken, kreeg hij zo'n ongelooflijk ongeluk met de auto's. Beide toten los.
Maar God heeft hem beschermd. Maar dan zie je dat er veel geestelijke strijd omheen is. Want verlossing is één, maar dienstknecht, discipel van het koninkrijk worden, is twee. En we willen nog twee dingen doen. Waar ik mee begon, God is koning over deze aarde. Alleen de vijand staat niet stil en gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. En daarom gaan we met vrijmoedigheid door die troon van genade, want dat is de allerhoogste. En dan proclameren we wat hier gebeurt. Weet u, zo'n vlaggetje kan je gewoon helpen om een banier op te heffen. En ook, waar die strijd vorige week mee begon, het is de Al-Aqsa-storm. Het gaat uiteindelijk niet om Gaza, maar om Jeruzalem. Neem deze proclamatiekaarten mee, want wanneer je geen woorden hebt, kun je het woord van God gewoon proclameren. En weet u, de Bijbel zegt dat als wij alle zegening via Israël ontvangen hebben. We hebben Gods woord via Israël ontvangen. 40 Joodse schrijvers hebben Gods woord aan ons gegeven. En Israël viert dat Shimcha Torah met een dag dat God zijn woord gegeven heeft. Hebben ze vreugde over. Alleen dan gaat de vijand hun die vreugde proberen te ontroven. Maar zijn wij blij met het woord van God? En we hebben niet alleen Gods woord gekregen, ook Gods zoon. 3 keer 14 geslachten, 100% Joods. Ook de eerste gemeente van die 120 in de bovenzaal waren alleen Joden en Jodengenoten. Er was nog geen Nederlander bij. De Bijbel zegt, als we al die zegening via Israël ontvangen hebben, dat we dan niet alleen bidden voor Israël, maar ook hem materieel zegenen. Dat is de goddelijke ruil. Wij krijgen de geestelijke zegen via Israël. En God wil, en dat is alle gemeentes die Paulus sticht, is dat gewoon een verplichting. Er wordt nooit over gepreekt. Maar het is gewoon een geestelijk principe wat God al aan alle kanten geeft. Wij de geestelijke zegening via Israël. En dat wij Israël, de moederkerk, mogen zegenen met onze materiële gaven. We hebben weer van die machtigingen op de tafels. Neem even de tijd wat God je op het hart geeft. Geen geestelijk gemanipuleer van mij. Daar gaat het niet om. U hebt al lang in uw hart voorgenomen wat u wilt geven. Maar neem even de tijd. En ondertussen zingen we dat hele mooie lied met slechts één woord. Je hebt maar één woord nodig. Alleluia, 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 alleluia. Gaan. Mijn naam is Jacob. Ik heb van die eerste Jacob in de Bijbel één ding geleerd. We gaan hier niet meer weg. Voordat we gezegend worden. En we willen jullie met een speciale zegen, gaan we zo een filmpje van laten zien. Want ik zei al, de tegenstander weet vaak heel goed wat er gaande is. Die wil niet alleen in de Gaza, maar het gaat uiteindelijk straks om Jeruzalem. En wij bidden en we gebeden dat God zijn geest van genade en gebeden over zijn eigen volk. Dat ze niet alleen op hun eigen wapenen, want die kunnen aan alle kanten vallen, hebben we vorige week gezien.
maar dat God zijn geest van de genade geweten over zijn volk uitstort, zodat ze mogen zien wie hun eigen Messias is. Jongens, dan zullen we nog wat geestelijk vuurwerk zien. En weet u, de tegenstander heeft nu op het tempelplein zo'n gouden koepel en staat boven: God heeft geen zoon. Israël die heeft die klaagmuur er net omheen. De christenen hebben die kerken daaromheen. En we worden zo meteen gezegend vanaf de klaagmuur, dat tijdens het loofhuttefeest waar we mee begonnen, is er een moment dat er minstens 100.000 Joden bij die klaagmuur zijn. Trouwens, Israël heeft maar één klaagmuur. En dat is bij de Belastingdienst. Dit is niet de klaagmuur, is een gebedsmuur. Waar je ook met je klacht in gebed bij God mag komen. En tijdens het loofhuttefeest is een moment dat Israël met minstens 100.000 mensen naar die kotel, naar die gebedsmuur gaat, om gezegend te worden. Jongens, moet je eens nagaan. Als half Nederland naar de Dam gaat, niet om te demonstreren, maar om gezegend te worden. Dat de Dam uitpuilt van 100.000 Nederlanders die maar één ding willen, en dat is gezegend te worden. En wij tijdens de Jeruzalemmars, we hebben het filmpje gezien van Jan-Pieter, dat we tijdens de Jeruzalemmars met al die 3000 christenen daar lopen om Israël te zegenen. Niet om reboenen te doen, maar om hen te zegenen. En dat wordt opgemerkt in de hemelse gewesten.
Mensen, staan met jullie ook te zegenen in de taal van Jezus. Je berecha ga danai bij je smerecha. Ja, ier adanai panavelecha, wie u necha. Je sa adanai panavelecha, wie je zijn lecha. Shalom. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Shalom. Amen.